Ja, het laatste boek dat ik zelf heb geschreven, Wie gaat er dan de wereld redden? En dat ben ik niet, hoewel de kafte indruk suggereert dat het wel zo zou zijn. En het is een boek over maatschappij, politiek, maar er staan ook een hele reeks verhaaltjes tussen. Omdat verhaaltjes belangrijk zijn en je moet van daaruit politiek bedrijven en niet andersom. Wel, ik zou in het algemeen boeken lezen van, zeker niet van Nederlandstalige schrijvers, hoewel dat nu ook niet per se moet verboden worden, maar ik zou echt denken aan echt topschrijvers, zoals ja, bijvoorbeeld IJzertijd van J.M. Coetzé, misschien zelfs, hoewel sommigen dat te commercieel vinden, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera vind ik ook fantastisch. En misschien iets van Oscar Wilde voor het taalspel, The Portrait of Dorian Gray bijvoorbeeld. Dan heb ik er al drie. Maar het is een stuk passage, een passage over een man die vermoord werd op een boot. Heel raar, daar eindigt het boek een beetje mee. En die een collaborateur was. En dat luidt als volgt. Dat is echt een schoft, maar hij werd wel doodgeschoten als hij vluchtte. En ik lees nu het stuk voor. En Lint, zo heette hij, een schoft, laten we dat gemakshalve aannemen. Hij werd vermoorden, niet toen hij machtig was. Moest hij worden geliquideerd omdat hij anderen wou verraden of op het punt stond mensen te vermoorden? Nee. Het probleem van Lint is niet dat hij werd vermoord, maar dat hij te laat werd vermoord. Met moorden moet je niet wachten, want dan wordt de daad onvergeeflijk. Onvergeeflijk? Fout, dat zeker. Maar helemaal onvergeeflijk zijn zonden er niet om te worden vergeven. Is het verkeerd om meer te treuren om de boom in het Vondelpark dan om de moord op Lint? En is de daad die wij het meest betreuren de ergste van de twee? Daarover nadenken, hoe we dat doen, met wie we erover praten, op welke manier, bepaalt wie we werkelijk zijn.